Goeiedag allemaal, ons is hier zo bij Hartbeespoortdam se street shower. Wat een wonderlijke geleentheid hier op die 22ste mei 2021. Waar ons net amazing goed zien wat bezig is om te gebeuren. Waar die kinders van die Here bij elkaar kom en waar ons mensen wat rechtig uit elkaar is hierin kom en waar ons een transformatie beleef. Die lichaam van Christus is bezig om bij elkaar te komen in een enorme manier wat ons niet sommer kan verduidelik nie. En gepraat hiervan wil ik graag oorskuif na een ander geleentheid wat binnenkort is en ons praat van die 19de juni in Daspoort. En ons is gelukkig om hier aan my rechterkant vir Clarissa te hê en sy gaan hierdie geleentheid aan mekaar sit met ons hulp wat ons haar gaan gee. En ek wil vir haar vra, eerstens, Clarissa, hoe het het gekom dat julle hierdie geleentheid sou wil aanbied in Daspoort? Andrew, ons het reeds bestaande sop kom bystaan, maar die behoefte het ontstaan dat die mense wil bad. Die mense is behoeftig en het een behoefte aan die woord. So dis hoekom ons besluit het om het so te doen. Reg, en ek wil vir jou sê dat wat ons ervaar is, een eenvoudige ding wat ek en jy het van stort, is vir hierdie persoon hier buiten een enorme geleentheid om sy waardigheid terug te sit. Nou, Clarissa, uit die aard van die saak met so'n geleentheid het om mense paar goed wat jy na kyk. En net soos hierso by Hartbeespoortdam, het jy nou self kom ervaar van al die stasies wat daar is. Watse stasies het jylle in gedagte om by jylle te doen in Daspoort? Andrew, heel eerste jaar, hier is een prachtige event en ongelooflik goed georganiseer. Baie dank, veel dankie ons van by jylle leer. By Daspoort het ons ook weer een theestasie, ons gaan kos bedien, ons gaan die woord bedien, dan het ons die stort en dan wil ons vir die mense vreselik vraag ook een nieuwe paar skoene en kleren. Dit is uit ons hart uit wat ons wil doen. Ja, daar sal een ander stasie of twee ook wees, soos een CV-stasie en so aan, en ek wil net vir jou sê, ek en jy wat skoene het, moet baie bevoorreg voel dat ons een paar skoene kan hê. Julle moet hierdie geleenthede beleef en ek wil vir jou die volgende sê dat kom ons ondersteun vir Daspoort en Clarissa, daar is een klompie logistiek wat julle benodig hiervoor en ek glo ook natuurlijk die mense se harte. Net so een bykie achtergrond, wat is daar alles wat jy denk mense kan bydra om hier so ook een groot geleentheid te ondersteun? Andrew, heel eerste wat ons sê, mense moet hierdie kom ervaar, hulle moet Jesus se hande en voet. Amen. Ja. Kom ten. Want dit beteken ongelooflik om jou liefde wat jy vir Jesus het vir ander mense te kan uitleef. Ek denk die ervaring moet allemaal doen. En ons is by die hervormde kerk in Daspoort. Ons werk saam met ons bestaande sopkombuis wat in die ons project is. So wat wil graag daar die vrywilligers betrek, maar dat mense kom help. Maar ons het ook nodig handdoeken, ou kleren, kos, thee, koffie. Ons gaan dit bekend maak, alles wat ons nodig het, dat die mense ons asseblief kan doen. Nou ja, daar het julle dit Daspoort, nooi jou uit, raak betrokke op vooral jou persoonlijke hoedanigheid. Gebruik daai ding op jou linkerarm, die oorloosie, dan geef ek jou tyd vir hierdie geleentheid, en ek kan jou beloof, hier is selfs transformatie vir jou, wanneer jy hierdie geleentheid bywoon. Hier is Irene, hulle kan het beaam, en Clarissa, julle is in vir groot ding, en ons gaan julle ondersteun so ver ons kan, in hierdie geleentheid, ons weet dit is in die Vader se hand. En ek wil vir jou sê, wat luister na hierdie geleentheid. As daar een plek is waar jy so behoefte sien, kontak ons asseblief gerus. Clarissa se nommer gaan op hierdie skermpie vertoon word, jy kan haar skakel vir Daspoort. My nommer sal daar verskyn, vir as daar een ander geleentheid is, in een ander plek, Gauteng, waar ook al in Suid-Afrika, gebruik dit, kontak ons, en ons ondersteun jou, om hierdie geleentheid aan die gang te kry. Mag die Here jou seën as jy daar sit en luister na hierdie boodskap wat ons vir jou bring vir oggend. En mag jy net ook hierdie liefde ervaar wat ons besig is om te ervaar met die street shower. Baie dankie.